Daar gewoon een bakfietsje binnen. Ja, gelukt? Ja, wat bocht je voor. Doei doei! Nou, de meisjes hebben ook gekleurd. Dat is te zien. Fien heeft met de mond gehad. Ben je er klaar voor? Ja! Ja, gaan we lopen. Goedemorgen. Het is maandag vandaag. En welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag vandaag, hè? Mama die is Sien wegbrengen naar school. En jij hebt nog met papa. Papa is even aan het werken. Met mij oma. Mijn oma. Ja, jij hebt de hele tijd een oma, hè? Ja. Oma weet dat helemaal niet, hoor. Oma. Oma weet dat helemaal niet. Hallo. Mijn oma. Hé, niet wat doe jij in je mond? Mijn oma. Wat doe jij in je mond? Nee, mijn oma. Bah, die gast. Mijn oma. Je gaat nog niet naar oma. Niet mijn oma. Ja, vanmiddag misschien. Ga mama even met de fiets, ja. Met de nieuwe bakfiets, begreep ik. Ik weet niet of ze dat mag zeggen, maar vandaag gewoon een bakfietsje binnen. En dan zijn we natuurlijk heel graag gelijk geworden van deze fietsen. Mijn nieuwe oma. Hè? Mijn nieuwe oma. Ja? Papa gaat weer even aan het werk, hoor, Guus? Ja. Ja. Mijn oma. Moet je even stil zijn. Nee, dat gaat niet lukken, hè? Papa gaat straks even rustig boven zitten. Ik ga niet in de auto. Papa gaat thuis werken. Ja. Ja. En mama loopt mij thuis. Ja, en mama komt straks ook weer thuis. Precies. Mijn oma. Hallo? Oké, leuk. Ja, gelukt? Ja, wat bocht je voor. Maar wat is dit? Wat is dit? Nou. Je moet de remmen inknijpen en dan die dingen opzij, hè? Dat doe ik. Gaat echt vloeiend. Ja? Ja. Toppetje. Oh. Ik wil even... Dit is nou een bakfiets. Ja, dat zie ik, ja. Maar... Ja, hè? Kom maar daar ineens aan nu dan. Komt er ineens met de bakfiets aan. Het is hier allemaal plaatsen. Het is zoals je bike. Mooi. Ja, superleuk. Ja, ziet er goed uit. Ja, echt mooi, hè? Ja. Ik heb er net ook een rondje gefietst, stiekem, dus ik wist er al wat. Maar fietsen wel top, hoor. Toch? Ja, fiets heel fijn. Ja, wel even wennen. Zo gek met drie wielen, vond ik. Ja. Is wel echt wel... Ja, het is echt even wennen. Echt even wennen, ja. Eind van deze week waarschijnlijk komt er dan nog een fiets bij. Ze mogen twee fietsen mogen testen. Hm, we gaan natuurlijk een groot gezin zijn. Met vier kinderen en er passen maar twee kinderen in de bakfiets. Komt er nog een bakfiets en dan kunnen we dus met z'n allen kunnen we fietsen. Kijk. Het moet een beetje mooi weer zijn dan. Lekker hoor. Die meiden! Ja, daar kun jij straks in. Die meiden! Ja. Vanmiddag doen we een klein rondje. Die meiden! Het is echt een mooi ding, hè? Ja, het ziet er mooi kleur op. Die meiden! Klein en compact. Ja, vanmiddag. Vanmiddag is dat, dus niet nu. Eerst komt Siem nog thuis. Nu nog even hoor. Nu nog niet. Dat duurt nog even. We moeten nog even wachten. We gaan nu niet weg met de fiets. Nou, ik ben weer terug van een rondje fietsen met de jongens in de bakfiets. We gingen ook nog maar fietsen, hè? Ja. Ja, en hij reed echt heel fijn. Het was wel heel erg wennen. Je moet echt even, net als die man vanmorgen zei, je moet echt even wennen aan het idee dat je met een driewielfiets rijdt in plaats van twee wielen. Kijk, ondertussen de vlog, de Q&A die net online is gekomen. Maar ja, het was echt heel leuk. Het was wel koud, maar het was echt super leuk om een bakfiets te rijden. Dus morgen weer een rondje. Ik ga Daniel binnenkort ook wel even een rondje gaat fietsen met de boys. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb vanmorgen Simon in de school gebracht. Daan is boven aan het werk. Ik heb alle berven schoten. Die gaat zo. Mama, oma, wat zeg je? Mama, oma, opa. Ja, mama gaat even fruitje pakken. Ik heb alle berven schoten. Die ga ik zo even wassen. Ja. Dus, en verder vandaag hebben we niet zo heel veel plannen. Ik denk dat we nog even op de bakfiets gaan. Maar ik moet eerst wel even in huis, want gisteren heb ik dus heel veel gefietst. En heb ik dus niet heel veel tijd gehad voor het huishouden, voor de was. Dat ga ik nu dus wel doen. Ja, de video wordt super goed bekeken. De Q&A die gisteren online is gekomen. Dus als je die nog niet hebt gezien, kijk nog even. Aisha,
Ja, ja, vorige keer ochtends toen vroor het. Het heeft 's nachts gevroren. En toen lag er ijs op de auto, hè? Ja. Ja, maar nu niet. Nee. Nee, het is niet gevroren. Dus er ligt geen ijs op de auto. Nee. Wat voor fruitje wil jij? Nee. Banaan? Ja. Ja, lekker. Ons aapje. Nou, jij wil een peer, hè? Laat ik de peer maar even zien. Oeh, wat een mooie peer. Peer, maak die meer. Ja. Een lekker peertje. Ja. Een peertje voor meneertje. Ja. Is voor jou. En die andere peer is voor de meisjes. Meisjes. Nee, deze is voor jou. Nee, die mij. Nee. Zo, deze is lekkerder hoor. Nee, dit is een hele lekkere peer, Huus. We gaan het zien dan. Zien we op school, hè? Ja, mama, papa, mama. Ja, mama had Simba gebracht vanmorgen naar school, hè? Papa is boven werken. Ik geef de meisjes even een fruitje. En ik kreeg de vraag waarom we twee bakfietsen hebben. En dat komt omdat we één bakfiets met twee kindjes kunnen. En we hebben vier kinderen, dus dat is een groot gezin. En dus toen zeiden ze, nou dan mag je gewoon twee bakfietsen hebben. Dus eind van de week komt er nog een bakfiets. En dan kunnen we met z'n allen fietsen. En daar verheug ik me op. Meisjes hebben nog nooit op de fiets gezeten. Dus dat lijkt me zo leuk om met z'n allen te fietsen. Dus, dat is eind van de week. Daar verheug ik me op. Jij kan goed stofzuigen. Dat moet ook wel, hè, als je haarslag hebt gegeten. Ja, goed zo in het doekje. Heel goed. Ja. Oh, mama, die papa. Hè? Papa, jij loopt niet. Hier, ik heb hier melk voor jou gepakt. Mama, die papa. Dit is voor jou. Zet de stofzuiger even uit. Hij mag uit. Dat is goed zo. Je hebt heel goed gestopt. Hé? Nou, daar een beetje. Ja. Doe maar uit. Ja. Goed zo. Ja, goed zo. Kijk. Ja, die moet papa even leven nog straks een keer, denk ik. Zit hij? Ja, er zit heel veel in. Moet hij in de container, hoe je dat? Oh. Maar dat doen we straks. Hey, jij moet eerst even je melk opdrinken. Maar jij moet eerst even je melk opdrinken. Melk opdrinken. Dit hebben jullie ook altijd zo lang. Als je zoiets gaat. Ik zal 100 keer zeggen hier voordat ze het überhaupt gaan doen. Ja? Ga je melk opdrinken? Ja. Jij wou nog wat zeggen, toch? Kijk je uit voor je melk? Jij wil nog wat zeggen, toch? Ja. Doei. Doei. Mocht je trouwens afvragen, waarom heeft die kerel het laatste heet de pet op? Ja. Kijk. Het valt nog mee als je het zo ziet misschien. Maar goed, mijn haar is zo lang en ik kan niet echt naar de kapper nu. Dus ja, ik doe een mooie pet op. Ik hoef dat er niet meer over na te denken. Het valt ook niet zo op. En het is ook nog makkelijk ook, want ik ben toch voor de grootste deel thuis. Dus dan is het gewoon een smorgens petje op en dat hoef je ook niet haar te doen. Dus vandaar. Werkt op in ieder geval. Doei! Ik zal dan nog een netje, hè? Hallo?
Doei doei! Hé, hey, blijven jullie eens binnen. Waarom komt er zo aan? Hé! Hey. Je zit er echt leuk. Ik vind het helemaal mooi daarin. Ja? Ja, stil blij te kijken. We kunnen heel veel zien als ze erin zitten, hè? Good morning! Het is vandaag woensdag. En de jongens zijn nog in de pyjama. Zien mijn vrienden naar school, dus we moeten lekker rustig aan. Daryl die is vandaag wel weg, die heeft een afspraak. Dus ook wel fijn om even zonder papa te zijn, hè? Papa is weg, hè? Ja. Papa is even, heeft een afspraak. Dus ook wel even lekker om dan even alleen te zijn met de kinderen. Het is nu al 10 uur, we hebben niet heel veel gedaan. Ik ga zo nog even een kopje koffie drinken, even fruitje maken. Dan ga ik de jongens maar eens even aankleden, hè? Zo, dat is beter. We zijn klaargemaakt. Oh, nee. Ja, nee, we kunnen niet op de bakfiets nou, hè? Papa is niet thuis, we kunnen niet fietsen. Misschien als papa vanmiddag thuis is, dat we even kunnen fietsen. Ja. Maar wij zijn klaargemaakt. Het is 10 voor 11, we eten fruit. En de jongens zijn aangekleed. En haartjes gedaan. En de meisjes, ja. Ja, kleertjes aan. Samen op de stoel eten. Ja. Wat heb je op je hoofd? Mijn oud. Wat is dat? Mijn oude oud. Ja, jij bent de dokter, hè? Mijn oud. Oh, heb je oud? Ja, mijn oud. Oh ja. Mijn mooi. Mijn ja. Mijn oude bloemen. Mijn zo. Guus ligt op bed. Meis ligt op bed. Ik ga even lekker een kopje thee drinken en deze was wegwerken. Mama, kom. Ja, we gaan even de was opvouwen, hè? Ja, mama zet even de thee weg. En dan gaat mama eens eventjes de was doen. Papa komt zo thuis. Zo. Nou, de meisjes hebben ook gekleurd. Dat is te zien. Fien heeft met de mond gehad. Ja, helemaal op de tafel. Maar het resultaat is mooi. Deze is van Fien. En deze is van Jet. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb Simon van naar school gebracht. En wij zijn hier aan het knutselen. Guus is ook aan het verven, hè? Mooi, wat heel mooi. Want mijn opa en oma hopen volgende week 65 jaar getrouwd te zijn. En dat kunnen we natuurlijk niet vieren door corona. Dus nu hebben we allemaal, alle kleinkinderen. De kinderen daarvan, die maken allemaal iets leuks. Dus ik heb de kinderen al aan het werk gezet. Signe maakt iets op school. Ik heb een foto die ik erbij doe en daarna moet ik even kijken. Dus helemaal leuk. Ben je er klaar voor? Ja. Heb je je bord al weg? Ja. Nou, nee, want dat is. En jij moet nog de pyjama uit. Heel veel ja. Nog. En dan pas kunnen we een rondje lopen, dus jij mag maar heel snel opschieten. Ah. Oh. Hey, Guus moet ook nog de kleren aan. Anders blijft Guus thuis. Papa weg zonder iets. Niet mij mee. Ja, schiet op dan. Ja, moet je bord leeg eten. Neem eens een hap dan. Goed zo. Nee, nog één. Hé, hey. Je sjoemelt. Jij doet het toe, mama. Jij moet ook een hap nemen. Jet heeft flinke bult. Ja. Even dichterbij bekijken. Uh-oh. Daar. Ja. Fien zit weer te duimen. Ja, volgende week pakken. Heb jij je bord al leeg? Nee. Doe eens dan. Nou, daar gaan we dan. Lekker een rondje lopen.
Kra. Hallo? Tabbe. Tabbe. Hoi. Baba, kom. Ja, we gaan naar huis weer. Is weer klaar. Best wel koud, hè? Koud, ja. Best wel koud. Ja, we lekker een rondje erop zitten, kunnen jullie lekker slapen zometeen. Dag. Ja. 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 Kom maar. Ben je moe? Ja. Ja, ben jij moe? Auto's. Ja, er is ook een lamp aan. Ja, gaan we lopen. Ja, goed zo. Nou, goedemorgen. Het is zondag vandaag. En lekker sneeuw buiten. Natte sneeuw dan. Dus blijft helaas niet zoveel liggen. Ja, leuke dag zo. De jongens zijn lekker met de ouders aan spelen geweest. Vast wel herkenbaar. Liggen gelijk overal. Op de bank en noem maar op tafels. Hoekjes, kastjes. Overal liggen die dingen. En ze rijden ook overal overheen. Op de hele bank. Ik zal zo meteen even een stukje filmen als ze nog een keer doen. Dus. Oh, lekker. Meisjes, zag jij mij voor dat ze er hier aan zitten? Ja, dat gaat gelijk gebeuren natuurlijk. Gelijk gaan ze eraan zitten. Nee. Nee, dat mag niet. Maar dan kom jij er ook wel aan. Lekker taart. Dat lusten jullie niet, hè? Ja. Dat is lekker. Dit was hem dan de weekvlog. Mocht je hem leuk vinden, doe even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zie ik je graag bij de volgende. Doei!